De Giuliana Trail is een meerdaagse wandelroute in de Julische Alpen in het noordwesten van Slovenië. De trail heeft in totaal 16 etappes en een lengte van 270 kilometer. De trail is een rondwandeling. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanvullende route richting wijngebied Brda. De etappes van de trail zijn gemiddeld zo'n 17 kilometer met ongeveer 4 tot 6 loopuren per dag. Sommige etappes zijn korter, sommige iets langer. De trail brengt je langs veel hoogtepunten van de Julische Alpen en een groot deel daarvan gaat door of langs het Triglav Nationaal Park. Onderweg kom je onder andere langs het middeleeuwse stadje Radovljica, het wereldberoemde Bled, het meer van Bochin, de smaragdkleurige Socha rivier, het gezellige Kranjska Gora en diverse authentieke dorpjes. Het bijzondere van de Giuliana Trail is onder andere dat deze meerdaagse wandeltocht ook geschikt is voor beginners, maar zeker niet saai is voor ervaren wandelaars. De trail gaat niet hoog door de bergen, waardoor de hoogtemeters beperkt zijn. Ook wordt de kwetsbare natuur van het hooggebergte zo niet aangetast. Bagagevervoer is mogelijk langs deze trail. Ook kun je onderweg gebruik maken van het openbaar vervoer als je een dagje minder wilt of kunt wandelen, maar toch naar de volgende accommodatie moet komen. Dat is ook handig als het een dagje slechter weer is. Langs de route staan bordjes en markeringen om je de weg te wijzen. Daarnaast kun je gebruik maken van een app voor navigatie. De etappes gaan deels over asfalt, deels over grindpaadjes, bospaden en bergweides. Onderweg verblijf je bij kleinschalige tot middelgrote accommodaties die geschikt zijn voor wandelaars en dicht bij de trail zelf liggen. Het ontbijt is bij je verblijf inbegrepen en soms is halfpension ook mogelijk. Bovendien kom je bij de meeste etappes onderweg langs restaurantjes of een supermarkt. Zoals we al benoemden, is de Giuliana Trail ook geschikt voor beginners. Toch zijn sommige etappes gemakkelijker dan andere, met name door de lengte- en hoogteverschillen. Zoals je op het kaartje kunt zien, zijn er twee korte, eenvoudige etappes. De meeste etappes vallen in de gemiddelde categorie, op de kaart aangegeven met rood. In totaal vallen 9 etappes in deze categorie. Ten slotte zijn er nog 5 meer uitdagende etappes, aangegeven met zwart op het kaartje. Deze etappes zijn wel geschikt voor beginners, maar je moet er rekening houden met minimaal 6 loopuren en behoorlijk wat hoogteverschillen. Het is mogelijk de zwaarste etappes over te slaan door een deel met een bus of trein af te leggen. De beste tijd voor een wandelvakantie langs de Giuliana Trail zijn de maanden april, mei en juni in het voorjaar en september en oktober in het najaar. Natuurlijk kun je ook in het hoogseizoen op pad, maar dan moet je wel rekening houden met hogere temperaturen en meer drukte overdag. Ook de maanden maart en november zijn mogelijk, maar de kans op regen is dan groter. Het is mogelijk om de wandelvakantie helemaal zelf uit te stippelen. Je hebt dan meer flexibiliteit en keuze. Het is dan echter wel belangrijk dat je goed kijkt naar de locaties van de accommodaties, zodat die niet te ver van de trail liggen. Het regelen van bagagevervoer is een uitdaging, omdat je verschillende aanbieders nodig hebt, want iedere aanbieder biedt slechts enkele etappes bagagevervoer aan. Houd ook rekening met beperkte beschikbaarheid voor last-minute boekingen. De officiële boekingscentra hebben de juiste connecties en kunnen je alle informatie geven over de route, accommodaties, bagagevervoer en andere praktische zaken. Je moet dan wel van tevoren boeken en de reisdata liggen dan vast. Het grote voordeel is dat je zorgeloos op reis kunt, want alles wordt voor je geregeld. Goed om te weten is dat het ook mogelijk is om niet de gehele trail, maar slechts enkele etappes van de trail te doen. We kunnen je hierin vrijblijvend adviseren. Denk dan bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van het start- en eindpunt met het openbaar vervoer of juist aan goede parkeergelegenheid. Er zijn ook enkele etappes zonder faciliteiten, zoals een supermarkt of restaurant langs de route. Het is mogelijk om deze te vermijden als je dat wilt. Doe je ze wel, dan geven we informatie waar je bij de start van de etappe proviant kunt inslaan. De Giuliana Trail is in het najaar van 2019 geïntroduceerd. Sindsdien hebben al veel wandelaars genoten van de ervaring van een meerdaagse wandelvakantie langs de trail. De ervaringen zijn vooral positief over de markeringen langs de route, de speciale app met GPS en natuurlijk de afwisseling van natuur en cultuur. Ook zijn er goede accommodaties en een goede wandelinfrastructuur en voldoende faciliteiten. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens verder op de officiële website of vraag ons om meer informatie of een vrijblijvende offerte.